Hallo, mijn naam is Wenzee. Like en abonneer, anders kom ik achter je aan. Ik open elke week de jacht op het jachtseizoen. Vandaag moet ik een dame uit de Nevermore Academie oppakken. Lukt het mij om deze bluff te pakken binnen 20 minuten, dan win ik namelijk het jachtseizoen. Maar mensen, like even allemaal deze video en abonneer op dit kanaal. 2000 likes. Welke kant op? Nu zeggen! We gaan even vragen of iemand mee kunnen liften. Misschien is dat een beter idee. Meneer, zou ik met jou mogen meeliften? Nee, ga eens even zelf een auto zoeken, joh. Ik weet waar ik naartoe ga vliegen. Laten we gewoon lekker naar het water gaan vliegen. Dat is denk ik het beste, hè? Wat? Oh my god, daar is ze! Oké, daar gaan we nu op af. Let's go, let's go, let's go. We gaan haar nu pakken. Oké, dat betekent maar één. We gaan. En hey, ik zie hem staan! Daar is hij! Snel! En ik zie een boot! Daar is ze! Ja! Ja, zo wijsneusje. Daar zit je dan. Ja, dat klopt. Wat wil je nou weer tegen mij zeggen dan, hè? Gaat het jou lukken, denk je, om van mij te ontsnappen binnen 20 minuten tijd? Nou, daar ben ik eigenlijk wel heel erg overtuigd van. Niet zo'n grote mond, want luister. Je krijgt zometeen namelijk een GPS-trekker mee en die gaat namelijk om de 2 minuten af. Om de 2 minuten krijgen wij een locatie van je. Oh, en wat doet die GPS-trekker dan? Nou ja, die verstuurt eigenlijk wel heel simpelweg je locatie. En nog iets. Je mag maar 2 minuten in een voertuig zitten en dan moet je gelijk gaan wisselen van voertuig. Maar je krijgt 2 minuten voorsprong met de arrestatiebus. Dan mag jij namelijk kiezen of je naar het noord, zuid, west of oost wil gaan. Wat als ik naar alle benen wil? Ja, dan blijf je er gewoon te staan, toch? Nadat je bent gedropt door de arrestatiebus, komen wij in actie. Is dat duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Je krijgt namelijk ook een offline button mee, dus als je de offline knop wil inschakelen, dan mag dat ook. Oké, duidelijk. Succes. En aangekomen bij de arrestatiebus mag Wednesday zometeen een keuze maken waar ze maar al te graag naartoe wilt. Zo Wednesday, daar staan we dan bij de arrestatiebus. Ja. Luister goed, hier mag je namelijk kiezen of je naar het noorden, naar het zuiden, het westen of oosten wilt. En dat is aan jou. Oké. Maar let op, onze driver Fred, ja die staat daar, rijdt gewoon prima binnen de snelheidsregels. Oh, ja. Nou, in ieder geval, ik wens je heel veel succes. Laat het spel gaan starten. En ondertussen stapt Wednesday de bus in en bedenkt maar één ding, ze doet de deur dicht en ze mag een richting gaan kiezen waar ze naartoe wilt gaan. Welke kant op? Nu zeggen! Naar het zuiden! Oké. En ondertussen zijn we dus besloten naar het zuiden te gaan. En ja, Wednesday zit dus achter in de bus. En die heeft geen idee waar die daar precies uitkomt. En natuurlijk moet je niet vergeten, Fred die houdt zich prima aan de snelheidsregels. En ondertussen is hij naar het zuiden aan het rijden. En we gaan kijken dus precies waar die strandt. Wat mijn tactiek eigenlijk is eigenlijk gewoon naar plekken komen waar ik niet met zijn bus kan komen. Want weet je wat het is? Dan sta je daar lekker te wachten en dan moet hij lekker uitstappen. En misschien is de hoofdtactiek nog wel een keer in de bus te stelen. Maar dat wil ik de laatste 2 minuten doen. Dus ik hoop dat gaat werken. En terwijl Fred lekker aan het rijden is met Wednesday achterin naar de volgende plek, zit Delly te wachten op het politiebureau. Nou, in ieder geval, die boef is vertrokken, maar ik ben dus heel benieuwd in welke richting deze boef naartoe gaat. Oké, het kan inderdaad 4 kanten zijn, noordwest, zuidoost, hè. Maar goed, we gaan achterkomen waar ze eventueel naartoe gaat. Ik denk dat heel veel boeven naar zuid gaan, maar bij zuid heb je natuurlijk een vliegveld en ja. Maar goed, we moeten het natuurlijk niet onderschatten, dus laten we even afwachten hier. Maar nee hoor, Fred houdt zich keurig aan de snelheidsregels, dus probeer maar niks. Hij houdt zich gewoon aan de precieze snelheidsregels. Zeg Fred, ouwe schildpad, hij is een beetje dom, man. Hij moet er van Delly kunnen ontsnappen. Hallo, een beetje gas bijgeven, kom op. Ik wil wel ergens getrokken worden, waar ik er maar uit kan stappen. Want ergens op de Broer Weiland alsof in een industrieterrein. Waar moet ik daar? Nog 10 seconden. En ja hoor, terwijl Fred aan het rijden is, komt hij dus ergens aan op een plek waar bijna geen vervoer is. Ja, dat gaat nogal vervelend worden. Maar goed, het ziet er dus uit dat, Wednesday er zo uit moet. Eruit, nu opschieten. Nou, daar zijn we in ieder geval getropt. Wat is dit voor een rotplek, man? Ik hoop dat de auto's open zijn. We gaan proberen, dus we gaan proberen een auto te pakken. Oh my god, ik kan ook helemaal niet rennen maken, maar we gaan gewoon proberen. We hebben hier eentje en deze. Hoera, dat klinkt, ik vind deze leuk. Dus laten we gaan pakken. Dat betekent maar één ding, dat we lekker kunnen rijden. Oké, we hebben onze eerste locatie binnen. Maar ja, aangezien ik in dit gebouw zit, kan ik nog niet kijken natuurlijk. We gaan gelijk naar de bus toe en dan kan ik precies zien waar die is. Oké, we gaan dus erop af en we gaan kijken waar is nou precies uit aan, man. Dus we gaan de bus in en ja, we gaan het proberen met ons high-tech equipment op af te gaan. En zo te zien, die is naar het zuiden gegaan, maar die zit ons echt op een rotplek. Maar ik ken deze boef, die gaat sowieso het vliegveld pakken. Dus weet je, we gaan gelijk naar het vliegveld toe. Niet te moeilijk, ik weet ongeveer wel de weg, dus dat komt helemaal goed natuurlijk. Dus weet je wat, wij gaan dus lekker cruisen naar het vliegveld. Ik zweer het je, deze boef die wou wel natuurlijk naar het vliegveld. Maar je kent natuurlijk wel onze arrestatiebus. Die rijdt gewoon echt precies naar het zuiden toe. En ja, die is dus lekker bij een haven gedropt. Dus ik hoop niet dat ze aan vervoer kan komen. Dat is natuurlijk ook wel een ding. Straks staat ze gewoon vast. En dan, ja, dan heeft ze geen vervoer. En dan wordt het een beetje lastig. Maar goed. Ik weet dat we maar 2 minuten in het voertuig mogen zitten. Dus we moeten echt gewoon haast gaan maken. Dus ja, gelukkig kan ik wel een beetje doorrijden. Want ja, als het aan mij ligt, liggen we 180 op de snelweg. Maar dat maakt niet uit. We zijn lekker onderweg. En het ziet er nou uit dat het wel gaat lukken. Ik heb er echt vertrouwen in dat ik dit keer ga winnen. Dus, Danny. Je gaat niet halen, maat. Oké, het ziet er dus naar uit dat we onze sirenes aan kunnen zetten. Oké, beter niet. Ja, eigenlijk staat het wel leuk, want dan gaat iedereen aan de kant. Maar ik denk niet dat het nou het beste is. Dat mag volgens de wet helemaal niet. Maar ja, we krijgen over 20 seconden weer een nieuwe locatie. Dus ik ben dus heel benieuwd waar die boef uithangt, man. Ja, eigenlijk dat dus. En ja, we zijn dus lekker aan het cruisen. We zijn aan het cruisen en...
Ja, dat doet wel een beetje pijn voor mijn auto. Laten we wel iets voorzichtiger rijden met onze arrestatiebus. Nou, het ziet er een auto er bijna zijn, maar we moeten al zo eindelijk gaan wisselen. Oei, dat wordt een beetje lastig, dus ik moet even kijken welke uitstappen dan. Even kijken hoor, we moeten zo wel wisselen van voertuig, dat is duidelijk. Weet je wat het is? Het vliegveld is gewoon net iets te ver en ja, het is vervelend. Oké, mijn auto heeft een schrammetje schade, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat we hier ergens uit moeten dus. Ja, zo, hier ergens hè. Even kijken. Ja, nu. Oké, we krijgen dus onze locaties goed dus nu binnen. En waar is die? Oeh, die is wel heel dichtbij, dus dat is gewoon echt letterlijk op, ja, loopafstanden zo. Maar ja, weet je, we gaan gewoon rijden, want die boef zit sowieso in een auto. Want anders kan je niet zo snel hier zijn, toch? Dat is wel zo. Oké, stop de auto. We moeten eruit. We mogen geen kilometer meer verder met dit. Oké, welke gaan we nu pakken? We gaan even vragen of we iemand mee kunnen liften. Misschien is dat een beter idee. Meneer, zou ik met jou mogen meeliften? Nee, ga eens even zelf een auto zoeken, joh. Dat is goed. Ik ga lekker liften met jouw auto, want het is een stuk van achter me aan. Ja, ja, ja. Zo, meneer. Hoe gaat het met u dan? Wie ben jij eigenlijk? Ik ken jou niet. Ik heb dat nooit van jou gehoord. Ik ben Wednesday en die ben uit de vlucht van Teamstuk. Oh, echt? Ja. Au. Hé, hey, doe eens voorzichtig met die auto. Doe alsjeblieft even rustig. Je gaat me toch niet vermoorden, hè? Nee, maar natuurlijk niet. Ik ben uit de vlucht, hallo. Hier moeten we dus zijn, hè? Maar even kijken, hoe komen we nou bij het vliegveld? Niet zo, man. Oh mijn, ga ik omrijden volgens mij, of niet? Nou, in ieder geval maakt niet uit. We gaan gelijk hierop af. En we gaan kijken waar we nou precies standen. Maar het vliegveld, daar zou ze sowieso zijn. Dus laten we er even op afcruisen. Zo, volgens mij is juist gestapt, maar dat maakt me niet uit. Zo, nou, in ieder geval laat deze auto zo achter. Sorry, meneer. De verzekering mag lekker zelf regelen. Dan ga ik niet achteraan zetten, hoor. En als het goed is, staat hier een helikopter klaar, want ik heb er eentje geregeld. Yes! Dat betekent dat we met de helikopter kunnen gaan. Joepie! En dan komen we dus bijna aan bij het vliegveld. Oh, jawel. Maar waar zal zij dan zijn? We krijgen nog een locatie binnen. Ik weet waar ik naartoe ga vliegen. Laten we gewoon lekker naar het water gaan vliegen. Dat is denk ik het beste. Ja, ik denk dat Teddy wel achter me aan zit. Dus ja, weet je, maakt niet uit. We gaan zo ver mogelijk weg. Ik hoop dat we hem niet zien, man. Dus we gaan gelijk vliegen. Oké. Ja, nu gaan we GPS trekken. Ik denk nou niet over het gebouw moet gaan, zodat hij me niet kan vinden. Dat is het beste, want anders ziet hij me zo staan, snap je? Wat? Oh my god, daar is ze, daar is ze. Oké, daar gaan we nu op af. Let's go. We gaan haar nu pakken. Ze is gewoon daar zo. What the hell? Poort open. Lekker, man. Oké, waar zou ze zijn? Is ze er nog steeds? Ik hoop het. En? Nee, ze is weg. Waar is ze? Nee, ik zie jou ook niet in de lucht. Ze heeft sowieso een helikopter, helikopter gepakt. Kan niet anders. Ja, letterlijk, helikopter. My god, dan is ze gewoon misschien in de lucht of zo gesignaleerd. Maar ik heb haar niet gezien. Man, ik moet even in de lucht kijken voortaan. Maar goed, ik denk dat ik weet waar ze naartoe gaat. Ik ken die spot waar ze altijd bij zich gaat. Ze houdt van water, man. En waar iemand die van water houdt naartoe? Naar de boot. Dus laten we het proberen erop af te gaan. Want ja, ze weet natuurlijk ook wel dat het veel te lang gaat duren als ze moet zwemmen. Maar ja, we gaan er gewoon opwachten en kijken wat we nou best kunnen doen. Want we gaan gewoon opwachten terwijl ze naar mij moet zwemmen. Want wat wacht op de boot? Dat is eigenlijk een kavaar of zo? Nee, die boot staat er gewoon stil. Dus ik denk niet dat ze er veel aan hebben. Nou, Daddy, dat zou ik maar zeker zeggen. Want Wednesday Kennedy gaat zij iets regelen. En dat is niet zomaar iets, maar kijk maar mee. Ik zie daar toch wat leuks, jongen. Ik zie daar een boot. Dus we gaan lekker naar de boot vliegen. Maar zeg nou zelf, hè. Wat is het water toch mooi. Het land, de zee en de oceaan. Ja, waar zou Danny eigenlijk zijn? Ik zie hem niet, hoor. Nee, dat is wel mooi eigenlijk dat ik hem niet zie. Dat betekent dat we lekker uit zijn handen kunnen blijven. Gadverdamme, zag horen klauwen. Oké, dus hier hebben we als goed zo'n helikopterveld, hè. Denk maar één ding, we gaan rustig landen hier. Oeh, oké, rustig. Oké, wat hopelijk gaat lukken. Nu moet ik alleen nog even een boot zien te regelen. We gaan eens even kijken. Waar is een boot? Nou, in ieder geval moet Wednesday boot regelen. En Delly is met denk andere dingen bezig. Maar goed, ik denk dat Delly het wel door heeft. Dus ja, laten we even bij de POV van Delly kijken. En we krijgen onze nieuwe locatie binnen. En precies wat ik dacht. Ze zitten dus op de boot. We moeten nu echt snel zijn, man. Ik zeg je eerlijk, want ik denk dat ze iets gaan regelen. Ik denk het. Ik bedoel, ik dacht in eerste instantie van niet. Maar Wednesday kennen dus. Zij is wel echt grof gebacked, weet je. Als ze iets wil voor elkaar krijgen, dan krijgt ze ook voor elkaar, snap je? Als ze 50 miljoen euro wil krijgen, dan krijgt ze 50 miljoen euro. Ja, hè. Zij doet het gewoon, snap je? Nou, Delly zal echt niks doorhouden, hoor. Ik denk dat hij gewoon weet dat ik naar hem dan nog door zou gaan. Maar nee, natuurlijk niet, hè. Hier kan het toch niet komen. Maar goed, we hebben een jetski. Daar gaan we. Ja, let's go. Woo! Oké, dat betekent maar één ding. We gaan. En hey, ik zie hem staan. Daar is hij. Snel. En ik zie daar een boot. Daar is ze. En ze gaat dus die tunnel in. Nee. Daar kunnen wij niet komen. Snap. Ze is slim. Oh my god. Oh, zijn we zich gewoon misgelopen? Nee, man. Oké, we gaan hieronder door. Ja. Dit scheelde niet veel. Hij zat achter me aan. Zag je het? Is je mooi niet gelukt, Daddy? Maar hij vult wel lekker zo. Lekker hieronder door. Geen gezeur. Geen gezever. Nee, gewoon lekker varen. Oké, ze kan dus hier ergens uitkomen. Dus we kunnen proberen misschien nou op te wachten bij de haven. Maar tenminste, waar kan ze uitkomen? Ik denk dat ze hier uitkomt of zo. Of ja, ik weet niet. Maar we gaan even kijken. We gaan hier gewoon echt naartoe. En we gaan kijken of Wensie daadwerkelijk daar uitkomt, man. Ik ben nu wel echt benieuwd. Maar damn it. Ze pakken gewoon de jetski. Ik dacht dat we haar hadden. Nee, oh, dit is zo zuur. Auw. En ik kan er niet tussen. My god, wat moet ik nou doen? Ik zweer het, ze kan overal uitstappen. Maar ik heb het idee dat ze gewoon ergens daar in die hoek uitgestappen. Een van die vier. Dus ja, welke. Ik weet niet, maar ik heb maar gewoon even willekeurig gokken gedaan. Dus ja, Wednesday Canada. My god. Zij is me echt veel te slim af. Speel echt gewoon een vies spelletje met mij. Maar hey, dat is Wednesday. Wednesday is slim. Kapot slim zelfs. Maar wacht maar, Wednesday. Wij gaan je ook een keer te pakken nemen, ja? Dus wacht maar. Wees maar niet te getreurd. We komen dan uit, hoor. Jawel. En ik denk dat we hier naar links moeten. En dan gaan we snel weer eruit. Want ja, voordat we weten zijn we te laat. Maar wil ik niet hebben. Ik vind het in ieder geval een prima plek. Maar zit er ook al bijna 2 minuten op. Dus dat betekent dat hier de piep rechts af gaat zometeen. Snel een nieuwe route regelen. Ja. Oké, top. Zo, hier zo. Oké, piepen gaan nu af.
top man. We krijgen weer een nieuwe locatie binnen. En dat betekent maar één ding. Dat we er gewoon lekker naartoe mogen gaan. Ik had het idee dat Wenzel niks door heeft. Maar even kijken. Dit is echt niet lang geleden dat ze hier binnen is geweest. Dus ben benieuwd. Heeft ze nu alweer een nieuw voertuig gekregen? Ja of nee? Dus hier beneden moet het zijn, hè? Gelijk een nieuw voertuig gekregen. Laten we eens even gaan stoppen. Want Danny is niet denk ik in de buurt. Ik weet niet. Hij zou misschien wel een goed GPS-track hebben gehad. Oké, waar gaan we naartoe? We gaan met de trap naar boven. En ik denk dat we dan wel weg kunnen gaan, toch? Als Danny echt zo blind is. Hihi. Ja, mensen. Wenzel gaat eens proberen voor een nieuw voertuig te kijken. En oh jawel. Het gaat er waarschijnlijk nog lukken ook. Ze is met de trap omhoog aan het gaan. En ziet ze alweer een voertuig staan. Jawel, staat zelfs eentje geparkeerd. Dus we gaan even kijken wat ze gaat doen. Oeh, ze gaat voor mij voor die golf hier. Laat ik deze golf geet Iwannabe pakken. Zo, we hebben in ieder geval een nieuw voertuig geregeld. Laten we nu lekker keihard de vlucht gaan. We gaan naar het noorden proberen te rijden. En hopelijk komen we ergens bij het noorden ook uit. Oké, Wenzel, waar kan ze uithangen? Even goed scannen hier zo. Ik heb het idee dat ze hier ergens is. Of nee, ik denk dat ze wel weg is. Ik denk dat ze alweer gepeerd is. Nu al, oh my god, ze is slim man. Ze zal wel naar het noorden gaan. Ik denk niet dat ze nog een keer naar het vliegveld gaat. Ze kan een spelletje met mij spelen. Maar ja, ze mag maar één voertuig van tevoren regelen. En dat was blijkbaar die helikopter. Dus ja, mijn best. Dus ik denk dat ze nu lekker aan het racen is. Zo, wat gaan we doen? Au, snap, heet dus even normaal joh. Gladiol. Jongen, gaat die auto kapot lopen rijden. Ik heb voor een joh, komt er van rechts. In ieder geval, we gaan gewoon lekker blijven rijden. En als het goed is, kom maar, ja, hier moet ergens van voertuig wisselen weer. Hier, als het goed is, hè? Ja, iets verder even kunnen. Ja, weet je wat ik ga doen? Zo. Hoppakee. Okay, welke auto is het snelst? Ik denk die achterste, toch? Of ja, die snelst. Oké, we gaan die pakken. Porsche. Oké, we krijgen een nieuwe locatie binnen. En daar is ze, daar is ze. Oké, daar gaan we dan nu naartoe. We gaan nu naar die plek toe. En hopelijk kunnen we er een beetje goed uit, man. Ik zweer het je. We zijn er niet ver vandaan. Oké, welke kant kan ze op? Ik denk dat ze naar het noorden gaat. Dat denk ik nu. Dus laten we niet gewoon letterlijk de weg volgen om naar de plek te komen. Nee, we gaan gewoon naar het noorden toe. En dan gaan we Wenzel sowieso wel tegemoet komen, man. Wenzel Adams, daar lig je dan. En mensen, allemaal vast een nieuw jaar natuurlijk. Gelukkig nieuwjaar. Want ja, we zijn natuurlijk op nieuwjaar aan het opnemen. Dus ja, ik had eigenlijk nog niet tegen jullie gezegd, maar bij deze. Oh, sorry. Oei, hij is boos. Oké, laat maar gaan, laat maar gaan, laat maar doen. Laat die oude man maar rennen. Dat gaat hem niet lukken. Ik denk dat hij hier naar het noorden trekt. Oh, hey joh. Ja, ik moet er toch langs. Kom op. Jullie zitten allemaal in de weg. Oh my god. Nee, we hebben in ieder geval een Porsche gepakt. Yes. Dat betekent dat we weggaan, meneer. Jij gaat niet in de weg staan hier, hè? Lekker gas geven. Oh, wat goed. Dat lekker, jongen. Goed zo heerlijk om veel gas te geven. Ik denk dat ik weet waar ik naartoe ga. Ik ga proberen een jetski te regelen bij de water. Dus ik heb iemand opgebeld die kon wachten. Dus dat betekent één ding. Of ja, een vriend van mij. Want ik kan zelf niet bellen. Ik heb geen telefoon. Oké, ze heeft dus een nieuw voertuig geregeld. Maar het is goed bij de jetskis. Dus ik ben heel benieuwd wat ze heeft geregeld. Maar daar komen we heel snel achter. Het is wel een agressieve versie van jasseizoen, dat kan ik wel zeggen. Hey joh, jongen, wat ga je doen? Oh, hij zat te inhalen. Nou, prima. Ga maar lekker wegrijden. Oké, welke kant zou ze opgaan? Wenzel Canada, ik denk naar boven. Ergens naar het noorden. Maar het noorden is zo breed, snap je? En moet nog even wachten tot we een nieuwe locatie krijgen. Maar ja, we gaan gewoon proberen. We gaan een gokje wagen. Nou, in ieder geval, we komen dus bijna aan bij de volgende plek. En ja, kijk eens hoe hard we gaan, jongen. We gaan zo snel. Niet normaal dit. Au, we moeten van voertuig op wisselen. Laten we gelijk doen. Ja, deze uitstok kapot. En zo te zien zit ik op het goede spoor. Want ja, we moeten gewoon hierheen. En ik denk dat ik wel weet waar Wenzel eindigt. Want ze mag voor mij niet heel lang meer op een voertuig zitten. Dus ik denk dat ze wat stress gaat voelen. En dat is wel goed. Wenzel, we gaan je pakken, meid. Even serieus. Je bent wel curse, man. Maar maakt niet uit. We gaan Wenzel gewoon even pakken. En ja, we gaan wel zien wat er gebeurt met Wenzel. Sorry mevrouw, ik kan je auto pakken. We hebben gelijk weer een nieuwe auto geregeld. Laten we nu naar het water gaan. Ik heb een plekje waar ik me ga verstoppen. Dus dat komt helemaal goed. En dat is hier ergens. Ik heb navigatie, dat is mooi. 1,6. Oké, dan halen we net als het goed is met deze auto. En dan kunnen we ons gaan verstoppen. Als het goed is, krijgt hij weer een piepertje. Dus ja. Ik denk dat dan wel goed komt. Lopen los, toch? Eerlijk. Ja. Dus hier zo in. En naar boven toe. En daar moet dus Wenzel's laatste locatie zijn. Oké, dus hier was haar laatste locatie. Nou, in ieder geval, ik zie nu geen Wenzel mee. Maar hey, maakt niet uit. En pff, ik weet niet. Waar zijn ze maar naartoe gaan? Helemaal in het noorden, hè? Maar ik had Wenzel, we hebben jouw tactiek door. Ik denk dat je echt niet moet wachten. Dus ja, ik ben dus heel benieuwd wat Wenzel nou eigenlijk van plan is. Oké, hier. Ja, top. Kijk, en de navigatie in bouw goed gezet. Maar dat maakt niet uit, hè? Dat betekent maar één ding. We gaan op onze, onze lift wachten. En Wenzel gaat dus gelijk op haar lift wachten. Oh my god. Zal de lift op tijd zijn? Daar komen we achter. Oké, wat ik nu ga doen, ik ga hier wachten. En als het er is, dan ga ik opspringen. Dus ja, we wachten wel af. En weer een nieuwe locatie voor Wenzel. Ze is niet ver weg. Oké, nu moeten we gaan gas geven. Gassen. Want ze moet niet gaan wisselen van voertuig, denk ik. Volgens mij zie ik daar iemand staan. Oh my god, Wenzel. Ja. Ja, laten we erop afgaan. We gaan er tikken. Ja. Hé joh, pas een beetje op. Jullie moeten niet in de weg lopen, jongens. Even serieus. Dat is echt heel vervelend. My god, ik zit hier te wachten, maar wat blijft mijn leven nou? Ik zie helemaal niemand. Ik zie helemaal niks hier. Wat is dit? Wenzel, we gaan je pakken eindelijk. Ja. Daar is ze. Wenzel, we gaan je nu pakken. Ja, Wenzel. Ik denk dat ik hier serieus voor de gek wil houden. My god, dus ik zie helemaal niks. Ik zie geen voertuig. Ik zweer het je, man. Maar ik zie wel een schaduw. Wie is dat? Is dat mijn lift? Oké, shh. Ze mag niet doorhebben. Wat is ze aan het doen? Oké. Ja, we hebben haar. Auw! Nee! We zijn af! Wednesday! Yes! Zo, daar lig je dan. Hoe gaat die met Wednesday dan? Nou ja, ik dacht dat ik weer op een slim af was, maar ik kon geen voertuig meer regelen. Dus ik dacht misschien dat hier een boot of zo bij kwam. Probeer nog een jetski hier te regelen en erop te springen. Zo'n gevaarlijke stunt. Hey, eerlijk, daar heb ik wel respect voor. Maar ja, wil je weten hoe lang ik erover heb gedaan? Ja, natuurlijk! Je hebt er 17 minuten 31 over gedaan. Mooie tijd, want we hebben 20 minuten. Ja, maar je bent wel gepakt, dus dat betekent de cel in. Nou! Kom maar mee, Wednesday. Like even deze video, abonneer ik neem het naam het belletje aan. En wil je meer jachtseizoen zien? Laat even achter in de comments. En dan zie ik je later terug bij een nieuwe video. 2000 likes. Doei!